Het Olympisch dorp was niet in perfecte staat toen de sporters arriveerden. Lekkages, wc's die nog niet helemaal af zijn. En hetzelfde geldt voor dit plafond. De sporters uit Australië hadden de meeste problemen. Er werden zelfs spullen gestolen. De Nederlander Jaco Verharen is nu bondscoach van de Australische zwemmers. Hij heeft ook bij eerdere spelen problemen meegemaakt met het dorp. Ik ben nog nooit in een Olympisch dorp gekomen wat echt van A tot Z helemaal af was. En dat was hier ook niet zo. Alleen de problemen waren hier waarschijnlijk wel iets groter. De Australiërs dreigden zelfs uit het Olympisch dorp te vertrekken en dan maar naar een hotel te gaan. Daarna werden de problemen snel opgelost. Ik moet zeggen, ik vind het een fantastisch dorp. De faciliteiten zijn geweldig. Dus ja, wij zijn letterlijk in een gespreid bed terechtgekomen. Vanuit het Olympisch dorp kan hij zich met de Australische ploeg dus toch rustig voorbereiden op het zwemtoernooi. Dat gelijk op de eerste dag van de Spelen begint.